gaat heel goed. Alleen ja, het kost allemaal heel veel tijd. Maar nee, we zijn wel goed bezig en steeds trots op ons werk dat we gedaan hebben. Bij alles wat je ziet veranderen, blijf je gemotiveerd. Zolang er maar vooruitgang in zit. We hebben wel wat tegenslagen, dan ben je even down. Maar toch pak je jezelf weer samen en ga je gewoon weer verder. Af en toe ga ik hier alvast even zitten. Zo zet ik even wat neer, omdat hier onze bank komt. Ik ga even naar buiten kijken. Net doen alsof het al af is. Want dan heb je weer dat eindresultaat in zicht. Waar we echt trots op zijn, is dat er een vertegenwoordiger van het gips hier kwam. En die heeft zijn 2 meter rij tegen de muren gezet en zegt, jullie hebben het rechter gezet dan menige aannemer. Het is ook wel puzzels aftellen. Zo van, oké, wat hebben we nog net gedaan? Plafonds, deuren plaatsen, dat zijn allemaal nog puzzels. En dan heb je het gedaan, denk je, ah ja, valt wel weer mee. Ja. De vloer hebben we ook al helemaal uitgezocht. Dat wordt een microcementvloer. Een hele industriële gesmeerde vloer. Daarnaast gaan we tegen de wanden een houten print zetten. Wij houden nogal van koffie op zondagochtend in bed. Dus toen dachten we, als je dan toch zelf gaat bouwen, dan gaan we gewoon integreren in de slaapkamer een koffiehoekje. Dus we krijgen hier een speciaal water aangelegd en een afvoer, gewoon puur om hier een koffieapparaatje neer te kunnen zetten. Dit kan echt alleen maar als je zelf gaat bouwen. Als kind vond ik bedstees al heel interessant en stapelbedden hebben ook gewoon iets leuks. Dus dit wordt onze podcast, een dubbellaags stapelbed waar je lekker podcast kan luisteren met je koptelefoon op. Om een keer een weekend niks te doen. Een weekend gewoon echt te zitten en een beetje rond te hangen. En een keer iets niet te moeten. Een heel weekend met een dekbed op de bank Netflix kijken. Dat lijkt me wel wat.